Wijzen en doen alsof we wegrijden. Een hele goede dag, dames en heren. Super tof dat jullie bekijken naar deze video. Mijn naam is Mike en dit wordt de laatste video van dit jaar. Voordat we deze video helemaal gaan beginnen, wil ik jullie even een paar statistieken laten zien van mijn kanaal. We zijn dit jaar hard gegroeid. Echt heel hard. Ik ben 2 jaar geleden begonnen met YouTube. En ik heb het eerste jaar elke week content gemaakt. Zonder dat er eigenlijk bijna een hond naar me keek. Maar dat is dit jaar compleet veranderd. Vorig jaar in 2022 hebben we maximaal 800 abonnees gekregen. Begin dit jaar, januari 2023, heb ik de 1000 abonnees gehaald. En eind dit jaar, december 2023, zitten we dan eindelijk op de 5000 abonnees. Ik heb dit jaar maar liefst 4,300 abonnees erbij gekregen, allemaal dankzij jullie. Daar wil ik jullie ontzettend erg voor bedanken. Bedankt voor alle steun, lieve comments en geweldige reacties. En de support natuurlijk. Blijf ze doorgaan, dan doe ik dat ook. En het doel voor volgend jaar is om dit te verdriedubbelen. Volgend jaar wil ik echt proberen 15.000 tot 20.000 abonnees te halen. Ik kan echt niet wachten tot dat getal op mijn kanaal staat. Ik ga jullie even een paar statistieken laten zien van mijn kanaal. Dames en heren, we hebben zojuist dit jaar bijna 1 miljoen weergaves gecreëerd, gegenereerd op mijn kanaal. En we hebben 4,300 abonnees erbij gekregen. Dus ja, je kan wel zeggen dat we echt super goed op weg zijn, dat we echt hard groeien. We zitten nu op de 5,200 abonnees. En volgend jaar hoop ik echt dat we dat kunnen veranderen tussen de 15.000 en 20.000. Er staat een hoop op de planning voor volgend jaar. Er gaat een gek project aankomen. Dus zorg dat je sowieso geabonneerd bent voor volgend jaar. Want dat wil je niet missen. Maar goed, even een kleine samenvatting van dit kanaal. Dankjewel. We gaan beginnen met de video. Ik ga de zip van Vince pakken. En we gaan onderweg naar Ronald. Paul, wat heb je daar, jongen? Upgrade. Upgrade? Upgrade. Upgrade. Ik ben mijn linkshoorn kwijt. Ja, oeps. En wanneer, dat weet je ook niet? Nee, ik was op mijn werk een keer en toen zei iemand van, hey, ben je dat ding kwijt? Ik zo, huh? Heftig. Maar ze zien er wel echt chic glimmend uit. Ja, ja, als je ziet, gewoon, als je echt wel upgrade. Ja, dat is zeker, however, upgrade. En zo te zien, klikt die gewoon vast. Nooit zo makkelijk. Upgrade! Zo, het klinkt zo gevaarlijk, hè? Hij snapt wel in één keer echt goed vast. Ja, man. Ja. Het is zo gevaarlijk als je dat plastic hoort klikken, jongen. En oh. Maar hé, hij ziet er wel echt dik uit, hoor. Ja, hoor. Het is een beetje, doet me een beetje denken aan bij Lamborghinis aan de achterkant. Die hebben toch ook dat soort vormpjes. Ja, nou moeten alle andere dingen ook wel zwart eigenlijk aan de voorkant. Ja, je moet wel van chrome delete doen, ja, eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Zijkant denk ik nog niet op chrome delete doen, denk ik, omdat mijn zijkant gewoon houden dat ik ook grijze velgen heb, toch? Ja, dat past er wel bij, maar de voorkant moet gewoon blakken. Ja, dat grilletje, een andere grill misschien erin in de toekomst. Oh, maar kijk eens, no chrome! Ja, ik had sowieso, want ik de first delete! Delete de first chrome delete! Got him! Ja, die is al lelijk. Ja. Even dat verschil gewoon. Het is wel een stukje beter, jongen. Ja, zeker wel. Kijk, een stuk sportiever. Ja, dat zeker wel. Huh?
Wat is dat? Mijn toeter. Je toeter! Wat? Die is los. Die hangt er gewoon bij. Je hebt volgens mij je broer ergens gezeten of zo. En die moeten we wel vastzetten, want die zie je nu. Ja. Want eerst zag je hem niet. Ja, je hebt nou ook meer koeling. Ja. Er komt meer wind doorheen. Ja, want het is meer intercooler. Dus maar dus ook meer aerodynamica, want hij houdt minder wind tegen. Oh, jazeker. Meestal heb je toch toeters aan twee kanten zitten. Dus dan kunnen we misschien spieken hoe het bij de andere kant zit. Ja, hij zit. Daar boven ergens vast. Ja. Tie-rip tuning. Wat? Hoppa! Dat is weer. Kijk, dat was hem. Dat was hem. Ja hoor. Zo. Dikker. Zeker wel. Zeker. Hij glimt echt mooi, man. Ja, man. Zo, je eerste chrome delete. Ja, de eerste upgrade. Letterlijk het eerste wat ik eraan doe. Ja, ja, letterlijk. Ja, je hebt deze auto gekocht en nog niks eraan gedaan. Nee. Qua upgrades. Nou, is ook nog niet echt nodig, maar... Nee, nou, snel zal. Dit kon natuurlijk niet, hè, dat je maar één kap mist. Nee, dat kon echt niet. Nee. Dus het moment dat ik erachter kwam, heb ik gelijk nieuwe besteld. Gewoon op mijn werk, het was nieuwe onderweg op Temu. Het was de eerste keer dat ik op Temu bestelde ook. Ja? Ja. Je hebt gewoon van Temu? Ja. Nice! 30 Goeie. Euro. Goeie! Ah. Goeie shit. Wijzen en doen alsof we wegrijden. Ja, gewoon... Oké. En dan komen ze, jij jongen, stop maar even! Oké. Nou, als het goed is, gaan ze hierheen komen. Oh, daar zijn ze al. Ah, Dante, kom op zijn standaard zippy. Jij zo'n handen, joh. Oké? Fucking 16 al, jongen. Hé, hey, waar heb je auto's gelaten? Weet ik veel, dat kan waarschijnlijk zo. Hey, hier, kijk, daar heb je hem. Oh ja. Hij wil geen boete. Hij wil geen boete? Ja, maar ik moet hem nog rijden natuurlijk. Echt? Ja, de stietspak. Ja, boeit mij niet. Hey, ja, hè. Doet de scooter het niet meer? Deed je scooter haar? Oh, ik dacht dat het achter me aankwam en ik denk, waar de fuck is hij dan? Maar hij is er al. Oh, ja, hoorde je hem net niet toeteren? Huh? Hoorde je hem niet toeteren? Nee. Hij deed zo tuut. Hij staat er wel tijd te verder, hij staat niet op. Oké dan. Mop. Lekker windje hoor. Hey, achter lekker wel. Oh. Bijna, die was bijna raak. Ja, totdat hij naar achter die straalt, want zijn rem doet het niet. Ja. Ik zou hem even aanhouden als ik jou was. Waarom? Hij gaat een vuurwerkje afsteken, jongens. Categorie 1. Die klonk wel goed hoor. Oké, hey, ook een lekker jongen. Ik heb hier echt nog nooit gereden. Ik heb hier echt nog nooit gereden. Jawel.
Ik identificeer me als een fiets. Ja. Dit is wel een lekkere route voor een tweetakt, hè? Ja, lekker een wielenpaard en zo. Ja, lekker bochtjes en zo. Ja, dat is wel goeie. Maar dit is ook zo afgelegen, je hoort ook niemand. Nee. Kijk, hier mag je wel met de scooter. Ja. Kijk, dan moet je naar rechts. Oh, hier hebben we wel een familie. Ja, dat klopt. Volgens mij toen met de tyfoon nog. Ja, ja, ja. Oh. Jij hebt je voetjes niet op de treeplank. Nee. Waar blijft hij nou joh? Met zijn snor. Vier slakkie hè? En dan langs rijden en dan tat. Hey! A few moments later. Zo, en dan zitten we weer in de BMW. We hebben de scooters even thuis afgedropt. Tenminste, scooters. Mijn scooter, of tenminste, mijn scooter, Vincent scooter, hebben we thuis afgedropt. Dante en Otis die zijn naar een parkeerplaatsje aan het rijden. Daar gaan wij nu ook naartoe. En dan gaan we daar nog even een paar mooie beelden van de BMW maken. Ja. Ja, ja. Bedriftfilmpjes. Bedriftfilmpjes, inderdaad. Ik heb mijn skielers meegenomen, zodat ik er achteraan kan skieleren. Kijken of de grond niet al te modderig is, maar ik denk dat ik daar wel doorheen kan skaten. Maar gaan we wel eens even kijken en dan gaan we mooie beelden schieten. Zo, kijk die schoffies eens daar zitten. Ja, ja. Een mooie plek om met de BMW de video af te sluiten, dames en heren. Dus we gaan er een paar mooie shots van maken. Subtitles ain't there. I just need to find the maid cafe. I'm asking people where. In my room, I'm pulling clothes because I bought that gaming chair. Take me Friday to the zoo just to see the panda bears. Beauty wife who's on me and they calling me senpai. Hop on incognito and we watching some hentai. Filter out the tabs because I like nice and open. Nutted in 2 seconds because she is so fun. Needed some spice, so I nutted in the lean. Clapping all these cheeks like I'm playing tambourine. What? Beating up my meat, that's my daily routine. Maren Kitagawa, step on me, I'm your trampoline. Yeah. Reading Dojins on the daily, yeah, you know we going crazy. I be stacking up my manga, yeah, I got 280. What? And LA is what I'm craving, I'm a leaf, so I ain't bathing. Finger rings got 20 bands, but you know that I'm so paying. Hey, Rachel on your wipers cause they trash. Looking like she's Sakura cause the chest be looking flat. Binge an anime, got no time to touch grass. Family tree messed up again cause my grandma is my dad. Buy a moto just like Kirino, she's screaming tape. I just want a 2D girl, cause I'm begging on my knees. Man, I'm stuck in the friend zone, yeah, we tomodachis. And she's slobbering on my knob, and she's saying, funny girl, senpai, yeah, that ending gave me pain. Body pillows in the whip, and I'm swerving through these lanes. And you know Marin bad when she wear that cosplay. I would let her smack my balls like we playing rhythm games. All these waifus dying, cause they
getting hit by Chung Kung. Can't get past one day without beating into a cartoon. Smack and Chun-Li's ass, guess we both know Kung Fu. Choji getting fatter every day like a balloon. Watching Hentai on the daily, yeah, you already know that I failed No Nut November like 40 days in a row. And Hinata looking fine, I'ma steal her from Naruto. Lana Rose got nothing on me and my 2D hose. Got the Hentai body pillow, Chizuru, you know I got him. Arn Remen 02, a bomb me chilling in the sauna. All my anime, we caught up. 2D girls, I got a lot of. And my wife, who my up in my bed, she's saying, hey, where the beat go? Zo, dames en heren, dat was het voor deze video. Ik wil jullie allemaal een heel gelukkig nieuwjaar wensen. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, te abonneren, delen. Doe wat jij wil en dan zie ik jou volgend jaar weer. Take it easy en tot de volgende keer. Doei doei!